Wat eet jij? Een hamburger. Een hamburger? Oh. Oh. Ga je dat op deze manier zeggen? De hamburger? Ik heb een hamburger. Oeh. Wat zit er allemaal op jouw hamburger? Jalapeno. Jalapeno? Mijn hete toevoeging. Jalapeno, er zit wat bacon. Nou, het is niet echt bacon, maar we doen net jalapeno. Heel veel chili ketchup. Veel chili ketchup. En ik ga deze week weer eens even laten zien wat we eten. Nou, Mika die heeft, weet je, ik doe dan net alsof we heel groente eten en zo. Maar dat is gewoon, ik weet niet. Ja, ik weet niet waarom dit er nou. Ja, dat is dan. Want dit is eten dat mijn eten eet. Dit is dan, zeg maar, dat we dan toch iets groens eten of roods. Ja, ga maar. Ik ga het filmen. Want het is op een Italiaanse bol. Mmm. Smaakt het? Damn. Mag ik een kortje in de mayonaise? Ik proef bacon. Eet smakelijk allemaal. Het is van 3. Het is vandaag zondag en dit is de taco schoot. Ja, je mag niet alles. Ja, okay. Het zijn maar 3 verschillende dingen. De muur is mid. Wit, nou ja. Dat hoop je dan. De muur is mid. Dit is de tweede laag en er moet gewoon nog een laag overheen. Het is zo frustrerend, maar de muur is wit en we hebben eten. En wat wilt iemand nog meer? Niks. Ik marineer de kip met fajita, zakje en olie. Dan doe ik er stukjes tortilla, snijd ik. En kidneybonen, mais. Kaas in de oven en ik heb een lekkere guacamole gemaakt. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja. Extra liefde. Goedemiddag, avond. Het is maandag vandaag en ik heb zelfgemaakte pizza gemaakt. En bedankt, Matteo. Yeah. Make some noise staat er ook op je t-shirt. Daar is de ketchup. Make some noise. Oké, ik heb ook een salade gemaakt van, spinazie en gewone sla en van alles erin. En pizza dus. En de jongens en de man hebben er ook nog salami op. En Mark die smeert er ketchup op. Mark? Snijbors eigenlijk. En van alles, troep. Welke ketchup? Jalapeno. En hij gaat er heel misschien ook nog jalapeno's op doen. Ik weet het niet. Heel misschien dat. Nee, ik wil hitte. Eet smaak. Oh, kijk. Oh. En vooral wat vanuit deze hoek. Die hoek is beter. Ja, vanuit deze hoek. Sommige mensen herkennen deze hoek. Weet je? En deze hoek is nu weer helemaal netjes en schoon. Ik zag elke keer die filmpjes van Mika en Matteo die we maken. En dan zag ik zo die geflekte muur. En dan dacht ik, dat kan echt niet. Eet smakelijk. Nee. Het is dinsdag vandaag en vandaag eten wij broccoli uit de oven. Dat is altijd een favoriet gerecht hier. Dat is gewoon bladerdeeg. Ik kook de broccoli van tevoren met kaas eroverheen en dan doe ik het in de oven. Broccoli. Heb je minder kaas gebruikt dit keer? Nee, ik heb geen minder kaas gebruikt dit keer, schat. Het is gewoon ik heb gewoon meer broccoli gebruikt. Dan aardappeltjes. En gehaktballetjes. De gehaktballetjes die ik laatst had gekocht met wat satésaus. Kutbeller. En Matteo zegt dat het precies hetzelfde smaakt als de IKEA. Dus ik ben heel erg benieuwd. Eet smakelijk. Heet? Is het heet? Lasagne! I'm so proud. Dit duurt veel te lang. Lasagne. Nou, we eten lasagne vandaag. En zoals jullie zien. En Mika die maakt het gezellig. Die gaat even wat vaccinelichtjes neerzetten. Hartstikke leuk. Aansteken. Dus eet smakelijk. Oh ja, en het is woensdag vandaag. Woensdag. Wednesday. Die van jou ziet er niet zo charmant uit. Die moet je niet filmen. Nee. Kat. Lasagne. Nee. Mieke, blassen. Hallo allemaal.
ik zou vandaag koken, maar daar had ik geen zin in. Dus nu eten we sushi. En we zijn in ons favoriete sushi restaurant. Even reclame maken, want dat mag best. Want Kokusai. Kokusai, en dat is een soort all-you-can-eat concept. Maar echt, ze komen het brengen en het is netjes en het is lekker. Toch, Mark? Ik ga het even demonstreren. Demonstreren even hoe jij sushi eet. Je doopt het eerst hier in. En... ja? En je stopt het in je mond. Oh, wil jij het ook demonstreren? Nou, allemaal demonstreren. Eet smakelijk. En inktvisringen en gyoza voor mama. En iedereen is aan het eten, maar ik nog niet. Ja, ik moet ook eten. Waarom moet je nou met mijn beste vriend opeten? Donald Duck.